Father's Day Sale with up to 20% discount on selected items bij MN International. Van maandag 13 tot en met zaterdag 18 juni. Kortingen van 5 tot en met 20% op geselecteerde items. Op vrijdag 17 juni zijn wij speciaal voor u open van 9 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds en op zaterdag 18 juni van 9 tot 6. Father's Day Sale bij MN International. Value for money. Slaap lekker. John Seal Paints NV, gevestigd aan de Keizerstraat 85. We zijn langer dan 60 jaar gespecialiseerd in topkwaliteit verfproducten in meer dan 5000 kleurenvariaties van Berger Paints. We zijn tevens agent van Sherwin-Williams verfproducten. Verder zijn wij gespecialiseerd in hoogtechnische en veiligheidsmaterialen zoals staalkabels, kettingen en scheepstouw in diverse afmetingen van het merk Langhorst. We hebben diverse afmetingen takels en palletwagens van het merk Rema, slijp- en snijschijven, als ook boren van het merk Rodius. John Seal Paints, Keizerstraat. Jerkon & Steel Erection NV is een Surinaams bedrijf dat is gespecialiseerd in de constructie en montage van staalconstructies. Het bedrijf werkt vanuit gecertificeerde ontwerpen in de productie en montage van staalconstructies, de installatie van pijpleidingen en het verhuren van gekwalificeerde mankracht en apparatuur. Hoewel staalconstructie de kernactiviteiten zijn van het bedrijf, heeft het zijn diensten uitgebreid met het verhuren van gekwalificeerde lassers, monteurs en crane-operators. Daarnaast bent u bij Jerkon ook terecht voor de huur van apparatuur. Van kleine lasinverters tot grote lasgeneratoren, stijgers, graafmachines en kraanwagens, Jerkon heeft het allemaal. In de loop der jaren heeft het bedrijf de taak gekregen om enkele van de meest complexe taken uit te voeren. Het team is erg trots op haar toewijding aan kwaliteit en uitstekende service, evenals hun gedegen kennis van staalconstructies. Jerkon en Steel Erection NV, constructing your biggest idea.
Hallo iedereen, mijn naam is Raya Snow en vandaag ben ik in het programma met mijn papa. Ik ben 12 jaar oud. Wat zijn jouw favoriete dingen om te doen? Ik hou van volleyballen, ik hou van dansen, eten, slapen, ja. Hoe heet je vader? En wanneer is hij geboren? Mijn vader heet Clifton Robert Snow en hij is geboren op 1 juni. Wat zijn enkele speciale en leuke herinneringen die je hebt met je vader? Een paar speciale momenten die ik heb met mijn vader zijn toen we met de hele familie buiten de stad zijn gegaan. En het was echt leuk, omdat we spelletjes hebben gespeeld met elkaar. En we hebben echt zoveel dingen gedaan met mijn vader en het was gewoon leuk. Hallo, mijn naam is Clifton Robert Snow. Ik ben 50 jaartjes jong. En ik ben hier met mijn dochter Joraya Snow. Wat zijn jouw favoriete dingen om te doen? Ik denk dat, ik weet niet of slapen echt een favoriet ding is, maar sowieso slapen, toneel spelen en acteren voor de camera. Daar hou ik van. Wat zijn enkele leuke herinneringen die je hebt aan vaderschap? Gewoon het eerste moment, de dag waarop ik hoorde dat Joraya's moeder zwanger was, was voor mij een onbeschrijfelijk gevoel. De dag van geboorte, om het mee te maken als vader. Je hebt zoveel respect voor een vrouw als je dat meemaakt. En ja, Joraya is een leuk kind, dus je hebt zoveel verschillende momenten waar ik trots op er ben en grappig vind en zo. Hoeveel kinderen heb je en wie heb je vandaag meegenomen? Ik heb, zoals ik altijd zeg, 1 Wa'aikaru, dat is Joraya. En ik heb haar meegenomen natuurlijk. Is je vader op jonge leeftijd ooit uit huis geboord? Ja. Wanneer heeft u dat gedaan? Nou, het was al middelbare school. En mijn ouders woonde op Para en ik woonde alleen in de stad. En ik ben vergeten om ze te vragen om uit te gaan. Dus eigenlijk is het nieuw geboren. Ik ben gewoon vergeten om ze te vragen. Heeft je vader een celebrity crush? Ja. Papa, welke? Beyoncé. Oh, wel. Ja, Beyoncé. Kim Kardashian. Niet direct. Maar met Beyoncé heb ik zo'n beetje al dus. Ja, 100%. Heeft je vader ooit de wet overtreden? Nee, denk ik. Nee. Wel. Wat? Wanneer heeft je dat gedaan, vader? Wanneer we toen naar Ready Doty waren gegaan. En ik had riet en ik een boete had gehad. Weet je nog? Nee. Je weet het niet meer? Oké. Okay. Nee. Nou ja. Toen had ik een boete gehad, is de wet overtreden. Heeft je vader ooit een denkbeeldige vriend gehad? Ja, ik denk het wel. Hij is 900, dus ja. Het is de waarheid. Iedereen zegt het en ik weet het. Maar daarom houdt iedereen van me. Ja. Is je vader ooit ontslagen van een baan? Nee. 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 Nope. Gelooft je vader in liefde op het eerste gezicht? Ik denk het wel. Ik denk het niet. Oh. Ik moet je goed leren kennen. Heeft je vader ooit gelogen over waar hij naartoe gaat? Ja. Ja, ik denk het. Wanneer, vader? Wel gedaan. Vooral als je echt dwingerig deed van ik wil mee, ik wil mee. Dan moest ik ergens zeggen waar je niet leuk zou vinden. Okay. Zodat ik kon gaan. Is goed, vader. Heeft je vader ooit een familielid geblokt op social media?
Nee. Wel, yep. Wie heeft u geblokkeerd? Die buurman van beneden. Hi boy. Heeft je vader ooit gepufft en iemand anders de schuld voorgegeven? Ja, ja, ja. Ja, en heeft mij de schuld gegeven. En het was een ongelukje. Dus, het kan gebeuren. Misschien ongeluk. Heeft je vader ooit gespiekt tijdens een tentamen of repetitie? Ik denk het wel, ja. Ja. Eigenlijk dacht ik dat het een open boek examen was. Wow. Repetitie was, een open boek repetitie. Dus had ik een klein blaadje dat een boek voorstelde. Maar ze hebben me niet gepakt. Dat is belangrijk. Maar je moet het niet doen, hè? Nee, ik zal het nu doen. Oké. Okay. Beloof me. Ik zal het nu doen. Oké. Okay. Mijn wens voor u is dat u altijd van me houdt. Dat u zeker. Dat u altijd trots op me bent. Ja, ja, ja. Ja, ik hou echt heel veel van u. Ja. Ah, mi wa aikaru. Ja. Ik heb nu een paar cadeautjes voor u. Oh, zo. Dit is seed van Joab. Alsjeblieft. Oh. Lekker. Dit is ook van Fernandez. Oh, je weet dat ik op die ben toch? Maar ja, voor een keertje mag het. Cheat day. Dit is een voedselbehandeling van Healthy Feet. Yes. Kan ik goed gebruiken. En dit is een Surprise Your Tongue cup and cakes. Alsjeblieft. Gaan we samen dealen? Ja. Ik kreeg het meeste, maar oké. Okay. Dat is niet erg. Ja. Dat is niet erg. Nou, voor alle papa's, voor alle mannen die zorgen voor kinderen, al is het niet je kind, een Happy Father's Day. Voor de vaders die vaders zijn, maar niet vaders zijn, ik bedoel van Sorgip Ching, die kinderen hebben niet gevraagd om te komen, ze zijn er. Verzorg je kind, al heb je ruzie met die moeder, zorg altijd voor je kind. Geef je kind altijd liefde en zorg ervoor dat je altijd daar bent voor je kind. Lobby, allemaal. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire. Father's Day sale with up to 20% discount on selected items bij MN International. Van maandag 13 tot en met zaterdag 18 juni. Kortingen van 5 tot en met 20% op geselecteerde items. Op vrijdag 17 juni zijn wij speciaal voor u open van 9 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds en op zaterdag 18 juni van 9 tot 6. Father's Day Sale bij MN International. Value for money. Slaap lekker.
John Seal Paints NV, gevestigd aan de Keizerstraat 85. We zijn langer dan 60 jaar gespecialiseerd in topkwaliteit verfproducten in meer dan 5000 kleurenvariaties van Berger Paints. We zijn tevens agent van Sherwin-Williams verfproducten. Verder zijn wij gespecialiseerd in hoogtechnische en veiligheidsmaterialen zoals staalkabels, kettingen en scheepstouw in diverse afmetingen van het merk Langhorst. We hebben diverse afmetingen takels en palletwagens van het merk Rema, slijp- en snijschijven, als ook boren van het merk Rodius. John Seal Paints, Keizerstraat. Jerkon & Steel Erection NV is een Surinaams bedrijf dat is gespecialiseerd in de constructie en montage van staalconstructies. Het bedrijf werkt vanuit gecertificeerde ontwerpen in de productie en montage van staalconstructies, de installatie van pijpleidingen en het verhuren van gekwalificeerde mankracht en apparatuur. Hoewel staalconstructie de kernactiviteiten zijn van het bedrijf, heeft het zijn diensten uitgebreid met het verhuren van gekwalificeerde lassers, monteurs en crane-operators. Daarnaast bent u bij Jerkon ook terecht voor de huur van apparatuur. Van kleine lasinverters tot grote lasgeneratoren, stijgers, graafmachines en kraanwagens, Jerkon heeft het allemaal. In de loop der jaren heeft het bedrijf de taak gekregen om enkele van de meest complexe taken uit te voeren. Het team is erg trots op haar toewijding aan kwaliteit en uitstekende service, evenals hun gedegen kennis van staalconstructies. Jerkon en Steel Erection NV, constructing your biggest idea. Pesa, 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 p